uiteraard. Molenaar krijgt de bronzen stier uit handen van Co Adriaanse. Adriaanse heeft hem inmiddels dus al aan Molenaar gegeven. Adriaanse die zelf met zijn speelstijl vaak succesvol is geweest. Aantrekkelijk voetbal gepaard aan, gekoppeld aan resultaten, beter gezegd. Daar gaat Molenaar, voorheen assistent geweest bij NEC. En in de jeugd van AZ en Excelsior gewerkt. Vorig seizoen bij de amateurs van Halsteren. En zijn eerste seizoen als hoofdcoach in het betaalde voetbal kent dus een zeer succesvol begin. Maar goed, de Volendammers krijgen nog een prijs. Juliano van Velzen, beste talent van de eerste periode, krijgt de prijs uit handen van zijn broer Eldridge.